Frederike, hallo. Hallo. Het ziet er mooi uit vandaag. Dankjewel. We kijken even naar je foto. Wauw. Dat is een mooie illustratie van de vleesindustrie waarin we allemaal werken, nietwaar? Wat vind je er zelf van? Ik vind het jammer dat mijn bandje is afgezakt, eerlijk gezegd. Maar... Ja, styling, hè? Ja. Ja, dat ben jij toch, Jani, of niet? Ik vind het een hele, hele mooie foto. Dankjewel. Epiphany. Wat heb je aan? Wat heb je aan? Is het een broekje of een rokje? Het is een broekje. Een broekpakje. Een broekpakje? Ik vind het mooi. Doe niet zo gek. Ja, maar echt? Nee, niet mooi. Het is ook helemaal niet flatteus. Oké, dat hebben we gehad. Ja. We gaan naar je beste foto kijken. Ik vind het wel een hele goede foto. Ik vind het een verrassend goede foto, inderdaad. Ja. Mooie kleuren ook. Zijn het toevallig de Belgische kleuren? Aisha, hallo. Hallo. Nou, jou kunnen we deze week niet elimineren. Dus eigenlijk zijn we al klaar. Nou, dit was jouw beste foto. Oh, afschuwelijk. Sorry. Ik vind hem echt lelijk. Ik weet niet super geluk gehad. Ik weet niet of ik hem zo lelijk vind. Oh, ik vind hem verschrikkelijk. Ik vind jouw pose niet zo mooi, maar ik vind je gezicht wel heel mooi. Dit is wel een andere Aisha. Ja. Dag Marjolein. Hallo. Jij werd wel behoorlijk hysterisch, hè, toen je je familie zag en er niet naartoe mocht. Ja. Marjolein, we hebben een verrassing voor je. Nee, tuurlijk niet. Oké. Oh, dat is kerstkamp. Oh, wat een brandende hel was. Goed, we gaan even naar je foto kijken. Waar ben jij? Links, rechts? In het midden. Oh, in het midden. Hoe vond je het? Ja, ik vond het echt super leuk om te doen. Ik wou er gerust nog wel langer hangen. Ik vond het ziek dat iedereen zei. Ik vind het niet slecht. Heel sterk gezicht vind ik. Ja, ik vind dat ook. Dankjewel, Marjolein. Dank je. Leslie. Hallo. De laatste paar dagen heb je heel veel geklaagd over ik heb astma en ik voel me niet goed. En je rookt als een schoorsteen. Hoe moeten wij dit begrijpen? Ik denk niet dat jullie het kunnen begrijpen. Ik vind roken sowieso 2000. Maar je hebt ook nog last van je aderen. Je hebt astma, zeg je. Maar ben je dan met een puffje bezig terwijl je rookt? Nee, ik neem alleen maar puffje als ik het echt benauwd krijg. Is dat na die sigaret of voor die sigaret? Nee. Dit is toch een grap, Leslie? Ja, je denkt. Oké, die had het niet serieus nemen. Ik vind het gewoon erger dat je gewoon verderweg beloofd hebt om te stoppen met roken. En je hebt je belofte gebroken. En wat mij betreft ga je er eigenlijk uit vandaag. Maar presteert ze nog goed? Dat vraag ik me af. Heeft ze een goede foto afgeleverd? God, laten we het hopen. Niet echt. 3 stukken vlees zie ik. Oké, Geert. Toch weinig emotie in die foto, vind ik zelf. Of vinden jullie? Nou kijk, je hangt aan een haak. Zodat je dus hoog boven de grond hangt. Maar vervolgens laat je jezelf ook maar gewoon een beetje hangen. Ben je überhaupt gemotiveerd om dit te winnen? Ja, ik wil het heel graag. Nou, zeg het eens. Hoe is het afgelopen met Europees immigratiebeleid, Alex? Ja, ik wist er wel wat van. Maar niet echt dat heel mijn hersens er vol zitten of zo, maar... Ik heb er laatst nog een artikel over gelezen in de Vogue. Heb je dat gemist? Ja, denk het. Je had vorige week de beste foto. We gaan nu kijken wat het deze week is geworden. Ik vind je houding goed, maar je gezicht staat er wel raar op. Je hebt zoiets van... Ik kijk echt van, oké, waarom hang ik hier? Zo kijk ik een beetje. Het verbaast me een beetje dat je vorige week de beste foto had... en dat deze foto op z'n zachtst gezegd teleurstellend is. Een unieke kans, een topfotograaf, een toplocatie, haute couture. Dat moet een goede foto opleveren en ik zie het niet. Dat is toch jammer? Dit was je beste foto. Nou, ik vind het een afschuwelijke foto. Ik vind het totaal niet elegant, niet goed. Je zit er niet in met je hart. En ik vind dat je het ook een beetje uitstraalt vanuit je ogen. Je hebt een beetje een mannelijk gezicht bijna. En ik denk dat het dus nog veel belangrijker is voor jou om daar heel erg op te letten. Ja. Hallo. Nou, gefeliciteerd met je lezing. Ja, dankjewel. Beetje was... hulp gehad ook van Frederik? Ja, klopt. Ze heeft mij inderdaad een beetje met de basislijnen geholpen. Ik heb daarna zelf mijn verhaal geschreven. Nou, laten we eens naar je foto kijken. Het is niet
helemaal wat ik ervan verwacht had, denk ik. Dus jij vindt dat deze foto zo absoluut niet gewonnen heeft, dit rondje? Dan moeten wij die ook slecht vinden. Ik vond die namelijk goed. Ja? Ja, ik vind een goede foto. Ik vind hem geweldig. Oké, dankjewel René. Oké, jullie ook bedankt vandaag. Dit is je beste foto. Wauw. Wel, dat is wel knap. Het is echt mooi. Ja. Het is een goede foto. Melissa, het lijkt wel of je heel erg op je gemak voelt. Ja, ik vond het ook niet heel erg om er tussen te hangen eigenlijk. Ik vind het een erg knappe foto. En hoe ging je lezing? Ja, mijn lezing ging ja, op zich wel goed. Oh, en, wacht. Ja. Oh, jij was dat van die tsunami op Hawiti. Ja, dat was ik. Ja. Hawiti, ja. Je had niet door dat je fout zat. Oh, nee. Nou, verder topverhaal. Oké, gelukkig. Verder niks meer aan doen. Het ging om hoe je presenteert. Oh, dat is heel erg veel. Je beseft het nu pas. Ik besef het echt nu pas. Ja, serieus. Oh, Melissa, dank. Ik hou wel van een beetje dramatisch op een foto, maar dit is gewoon dramatisch slecht. Beetje plastiekachtig, ja. Nee, vind ik niet. Je nog cirkelzaag erbij, waar ben je gewoon? Er staan 9 hele mooie meisjes voor me. Maar helaas zal vandaag weer 1 van jullie de model mansion moeten verlaten. En hier in mijn handen heb ik de foto's van de meisjes die wel nog kans maken op de titel Benelux Next Topmodel. En als ik je naam roep, kan je naar voren komen en je foto in ontvangst nemen. Ja? De eerste foto is natuurlijk van Aisha. Op basis van deze foto heb je mazzel gehad, zeg maar, dat je vrijstelling had. En de beste foto van deze week is van Frederike. Ja, ik heb niks aan toe te voegen. Helemaal super. Gefeliciteerd. Wie ook nog in de Model Mansion mag blijven, is Marjolein. Opluchting. Dank je. Is Melissa. Alsjeblieft. René. Alsjeblieft. Tiffany. Alsjeblieft. Dank je. Er staan nog 3 meisjes. En ik heb nog 2 foto's. En degene die net uit de gevarenzone is gebleven, is Jael. Jij mag in ieder geval nog een week blijven in de Model Mansion. Gefeliciteerd. Leslie, Alex, zou je een klein stukje met z'n tweeën voor willen komen alsjeblieft? Leslie. Ik vind erg dat je niet goed voor je gezondheid zorgt. Maar ik vind ook erg dat die halve koe beter op de foto stond dan jij. En Alex, vorige week had je de beste foto. Deze week 1 van de slechtste. Maar ik heb nog maar 1 foto. De laatste foto die ik heb... is van Alex. Dus Leslie, jij bent niet bij de Luxe Next Top. Alsjeblieft. Dank je. En voor jou scheelt het weinig. Dank je. Ik moet je helaas vragen om naar de Model Mansion te gaan. En je spullen in te pakken. Oké, dank je wel. Dank jullie wel. Maar Alex was vanaf het begin gewoon mijn vriendinnetje, dus ik wil nog steeds model worden. Ik kom te wel. Heb ik geen jury voor nodig. It's a cruel, cruel world to face on your own. A heavy cross to carry along. The lights are on, but everyone's gone and it's cool. Accepteert dat of gewoon niet. En dan is het echt van, ja, ja, nee, camera, dit, dat. Donder even serieus op. Hey, Malibar, zij is de grootste hoer. Wat heeft zij met haar borst? Ik denk dat dat valt, ze zeggen. Yeah? It's fuck you.